Zo, ik heb een kleine ventje opgehaald. Ik ga tussendoor even de vlog afediten. Maar wat ik jullie al vertelde, ik vind het vloggen zelf vind ik super leuk. Goedemorgen iedereen, welkom bij deze nieuwe weekvlog en welkom op mijn kanaal. Sorry ten eerste dat ik weer zo lang heb... Ja, op mij heb laten wachten. Ik weet het niet. Maar weet je wat het is? Ik vind vloggen dus super leuk. Maar het editen wat minder, waardoor mij ja, telkens van alles tegenhoudt. Als je iets op de achtergrond hoort, dat is de kleine man die wordt wakker. Die is wakker aan het worden. Maar ja, ik probeer en probeer zo hard mijn best om elke keer weer te vlog te editen. Zoals je hebt kunnen zien, heb ik een nieuwe intro en een nieuwe digitale tekening. Er loopt nog een winactie op mijn kanaal. Apenstaartje liefjuliana.nl. Dus daar kun je gaan kijken. Ten tweede wil ik de meiden bedanken die mij hebben geholpen aan mijn nieuwe foto en aan mijn nieuwe... kanaal wil ik niet zeggen, maar ja, de dingen die zijn veranderd, zoals mijn intro, mijn banner, etc. Die wil ik daarvoor bedanken, zoals jullie kijken, super erg bedankt. Het is inmiddels ben ik pas voor 8 en ik ga dus over de kleine uit bed halen en ontbijt geven. En dan, gaan we kijken wat de dag brengt. Ik wil eigenlijk vandaag gaan editen, maar ik moet jullie ook heel erg nageven. En dat kan ik even laten zien. Daar in die hoek, waar die matten op de grond liggen bij de bank en waar die doos staat. Daar stond dus eerst de box, maar die is weg. Yay! Zoveel meer ruimte nu. Alleen het probleem is dus, als ik kleine man op de grond leg, dan moet ik alweer de hondenvoer ergens bovenop leggen. Want anders gaat de hondenvoer eten. Dus als hij aan het kruipen is, moet ik hem continu in de gaten houden. En op de snoeptafels moet ik het dan even op de bank zetten. Dus in principe geen probleem hoor. Maar dan kan het wat langer duren voor ik de vlog heb geëdit. En ik ben gestopt met... het staat dus nu nog wel op mijn kanaal. Tenminste, nu ik dit edit, staat het nog op mijn kanaal. Als het goed is, als deze online komt, dan is het eraf. ik ga dus mijn hele YouTube en zo aanpassen. Als dit online is, dan zien jullie het al waarschijnlijk. Als het goed is, als het volgens plan loopt tenminste. Wat ik wilde zeggen is... ik ga bij mijn banner niet meer zetten één keer in de week een vlog uploaden. Omdat ik dan heel erg het gevoel heb dat ik dat ook na mijn leven, terwijl ik dat op het moment gewoon niet kan. Ik ben best druk. Voor de mensen die mij niet op Facebook hebben. I have a new job. Ik werk nou één keer in de week in de snackbar hier in Gaanderen. En daar komt dus ook nog bij kijken dat ik dus en de kleine heb. En ik heb natuurlijk gewoon nog mijn hobby's, zoals de muziek. Waar ik nu dus dinsdags in ga voor de blazen. Maar maandag is er dus nou ook bij heb gekregen bij het slagwerk. Superleuk. Dat is nog niet iets vast. Want ik ben er zelf gewoon nog niet over uit met wat ik wil. Aan de ene kant heb ik gewoon zoiets. Kijk, weet je wat het is? Slagwerk heeft zo zijn unieke dingen. Maar het blaasorkest ook. En... ja, dat is iets wat ik dus moeite mee heb om ik heb het gevoel dat ik moet kiezen terwijl ik het eigenlijk helemaal niet wil. En ik gewoon niet zo goed weet wat ik wil. Aan de ene kant denk ik, ik stop bij het blaasorkest, ik ga weer slagwerken. Want dat vind ik echt super tof. Maar aan de andere kant denk ik, nee, maar weet je, ik ben hier gekomen als... ben hier gekomen bij het orkest omdat ik het blazen miste. En omdat ik de optredens miste, et cetera, enzovoort. En, ja, ik weet niet. Dus ik heb zoiets van, weet je, ik doe het slagwerk er nu bij. Maar goed, ik ga misschien in augustus ook weer een opleiding doen, mocht het allemaal doorgaan. En als het doorgaat, dan stop ik sowieso de maandags, want dan wordt het te veel. Dus, that's the reason.
Wat moet ik zeggen? Het is ochtend, ik heb nog geen koffie gehad. Dat is mijn hele probleem. Nee, maar dat is de reden dat ik gewoon, nu gewoon op dit moment zo doet en ook gewoon zeg van, weet je, fuck die één keer in de week vast een video te moeten uploaden. En nu weet ik van, er zijn nog ook een paar die zullen zeggen van, nee, maar je moet niks, je bent moeder. En nou, hou ook rekening met jezelf, met je kind. En dat weet ik wel, maar daarom zeg ik ook, het is gevoelsmatig dat ik het moet. En als ik het er daar heb staan, dan vind ik dat heel irritant dat ik me daar telkens niet aan kan houden. Dus ja, dat haal ik dus helemaal weg. En voor de rest ga ik nu snel de kleine uit bed halen. Ja, tot zo. Zo, ik heb een kleine ventje opgehaald. Kleine mannetje, kleine baby. Nog iets minder dan een maandje. Het gaat allemaal veel en veel te snel. Ja, nou ja, eigenlijk nog wel echt een maandje, want de 22e is de jaar en het is nou de 29e dus. Maar dan alsnog gaat het veel en veel te snel. Dan is het gewoon alweer een jaar. Gewoon 12 maanden alweer. Ja. Ik heb kleine man even een banaan gegeven met het brood nog ontdooien. En nu weet ik van hem dat hij niet snel onrustig wordt, maar ik had zoiets van, ja, laat ik het maar wel even doen. Ja. En dan ga ik nu een begin maken, zo dadelijk aan het editen, als hij een boterham heeft. Want dan heb ik weer even de tijd. Want zo moet ik het nu helaas gaan doen. Nou, niet helaas. Ik doe het natuurlijk graag. Begrijp mij niet verkeerd. Maar het was gewoon fijn geweest als hij voor zichzelf kon spelen. En ik dan gewoon even snel, of ja, snel gewoon zoveel mogelijk computerwerk had kunnen doen. Maar goed, dat maakt niet uit. We moeten roeien met de riemen die we hebben. En zo gaat dat ook natuurlijk prima. Dus ja, heel vies ding. Maar het komt uiteindelijk allemaal wel goed. Lekker, hè? Ja. Wat is dat voor raar ding? Is dat een vlogcamera? Stort die hele banaan in de mond. Zwaaien? Ja, hè? Zwaaien. Doe maar eerst rustig die banaan op eten, gekkie. Nou, ik ga door. Oké, ik ben tijdens het editen. Ik ben met de vlog aan het editen van een paar weken terug al echt. Maar goed, ik heb zoiets. Ik ga hem niet weer verwijderen, net zoals toen. En dan weer opnieuw opnemen met een weekvlog. Want ik wil echt deze week nog een vlog online. Het is vandaag nog. Maar hey, luister even. Ik ben mijn kleine man pindakaas aan het geven op brood. Want hij eet nou 's ochtends brood. Hij is van de ochtend pap af. Ja jongens, het gaat super snel allemaal hier. Maar kijk even hoe deze onder zit. Kijk zijn haren. Kijk. Kerel zit helemaal kats onder. Echt, ik had hem eens. Ik ga stuk. Maar ja, het is niet anders. Eens even poetsen en klaar, Kees. Oh, even uitrekken, jongens. Super solaar. Sorry trouwens voor de bende hier achter, maar we moeten dat nog gaan opruimen. Maar we hebben nog geen bergruimte, dus daar zijn we hard mee bezig en alles. En we zijn nog met iets anders bezig, maar daar kan ik nog niks over zeggen, omdat het nog niet zeker is of het doorgaat. Dus dat wil ik gewoon nog even voor mezelf houden. We gaan het meemaken. Ik ga weer verder met editen, zodat de vlog vandaag online kan komen. Hoi, daar ben ik weer. Het gaat me helaas niet lukken om vandaag de video af te editen. Mijn haar is lekker wild, want ik heb gefietst. Maar goed, dat maakt voor de rest niet uit. Ik moest even 2 pakketjes ophalen van wie ik heb besteld op Vinted. En ik heb zelf ook een Vinted-account. Mocht je daar nieuwsgierig naar zijn, dan zou ik het linkje van mijn Vinted-account linken in de beschrijving. En dan kun je het opzoeken. Of ga naar mijn Instagram, @liefjuliana.nl, en daar vind je zoals mijn Vinted account.
Mocht er dan niet zijn, dan kun je me altijd ook nog een bericht sturen als je me echt wil hebben en het niet lukt. Ja, ik ga eerst even een pakketje uitpakken. Die hebben we samen opgehaald. De kleine man en ik. Die zitten altijd heel goed vast. Ja. Een knappie. Jij bent ook wel nieuwsgierig wat daarin zit natuurlijk, hè? Maar wat is er nou met de jas aan? Zoals je jouw jas al heeft uitgetrokken, hè? Nee, jij kan je eigen jas niet uittrekken. Ik maak er zelf natuurlijk de keuze. Ik ben benieuwd wat erin gaat zitten. Want ik had ook voor Xavier wat besteld. Ik heb jeuk, jongens. Ik was op de hoekwarts. Who's with me? Nice. Deze is voor mezelf. Ha. Ik krijg zo ha. Moet jij lachen? Oh, ga je gewoon geluidjes maken? Ik denk dat het is. Ik vind het zo irritant dat het papier altijd zo stevig vast gemaakt op mijn plakband. Ik denk, waarom? Is het gewoon niet nodig? Die moet er toch af. Of hoeven die mensen niet te scheiden of zo? Nou, wij dus wel. Wat is de mop? Vertel het eens. Wat is dit, schatje? Wil je die? Ik moet heel verwachten tot papa thuis is en dan gaan we eten. Ja? Ik probeer het zo goed mogelijk papier eraf te halen, want ik moet scheiden afwas. Dan ga je even iets de camera bij. Maar ik ga het nog laten zien als ik het aan heb. But for now. Doe ik het even snel zo. Wel super goed trouwens hoe het is ingepakt. Niet dat het kapot kan gaan of iets. Daar ben ik dan wel blij mee. Wat was dat dan? Ik heb een leuk tuniek hemdje besteld. African stof. African motiefjes. Oh, en dit stofje is zo fijn. Ik hou van Afrikaans kleding. En dat ruikt trouwens echt lekker. Deze is gewassen, kun je gewoon ruiken. Dus het is iemand die dit heeft gekocht en nog niet aan had gehad. Dus in feite is het nieuw, kassabon, alles was erbij. En echt voor een prikkie kon ik het overkopen, daarom ik hou van Vinted. En ook in een legging. En ik heb nog geen idee of ik het echt samen ga dragen of apart van elkaar, maar ik ben in ieder geval echt... oprecht heel blij mee. Ja, we gaan kijken wat hierin zit. Hè. Ben je ook nieuwsgierig wat erin zit? Ja? Ben jij ook zo nieuwsgierig? Oh, dat is voor jou. Ja. Dat is voor jou. Maar dat is leuk. Kijk eens, Xavi. Kijk eens. Een mooi stoer jasje. Dat is leuk. Ik heb een jasje voor Xavi gekocht. Ik zag die en ik was helemaal verliefd. En ik denk, wat een lekker stoer jasje. En ook die details. Kijk dan. Ik vind hem echt zo mooi. Op de achterkant dit. Echt heel leuk. Ja, die is voor jou, hè? Is jouw zomerjasje. Ja. Het is van vandaag wel een beetje koud, denk ik. Tenzij we de auto ingaan. Maar, ja. Die is wel leuk, hè? Maar met deze nog even een beetje wassen.
ja, dat is jouw jasje. Dat is leuk. Maar hoe heet het? Deze is gewassen, maar dan ga ik ze nog opnieuw wassen. Maar zodra dat is gebeurd en alles, dan laat ik het jullie even zien. En ook als ik Xavier dit jasje een keer aankrijg, dan laat ik het jullie zien. Dus dat. Ik ga nu nog even de kleine op de grond leggen. Die kan dan nog even gaan spelen. En ja, dan komt Remco dadelijk thuis en dan is het even het eten opwarmen. Ja, dan is het even het eten opwarmen. Dan is het even het eten opwarmen. En dan gaan we eten. En dan gaat mama vanavond naar de muziek. Hi, Ukkie. Hi. Ik word aan alle kanten aangevallen. Ja. Iedereen wil mijn aandacht. En dat mag ook, hè? Ja. Jullie zijn allebei super lief. Mwah. Mwah. Wil je wat drinken, Moppie? Kijk eens. Voor we jou weer met jou gaan spelen. Zo, je hebt er zin in. Zo te zien. Nou, ik ben echt super tevreden hiermee. Ik denk dat ik nu zo'n gewassen kort programma. Dan even zo nu droger doen. Dan kom ik vanavond aan de muziek. I think so. Nou, ik weet het niet, maar ik zie dat mijn batterij bijna leeg is. En ik ga hier even verder en dan zie ik jullie later. Ciao. Zwaaien? Ciao. Hoe zwaaien? Xavi, kijk eens. Nee, niet op de speen bijten. Oh, je wilt toch nog drinken? Zullen we zwaaien? Nee, we gaan drinken nu, hè. Ja? Goed. Zwaaien? Zwaaien. Doe maar zwaaien. Zwaaien? Wil je zwaaien? Nee? Oké. Nou, doei. Een hele goede morgen. Het is vandaag woensdag. Het is 8:30. En ik ga even met deze kleine man hier ontbijten. En ik ga tussendoor even de vlog afediten en online zetten. Het was eigenlijk de bedoeling dat ik hem gisteren al zou inplannen. En ik was er ook al mee bezig. Want toen kwam ik achter dat ik weer een stuk miste. En uiteindelijk dacht ik, kijk naar de klok. Ik ging het gewoon niet meer redden. Dus dat gaan we nu zo dadelijk even doen. Ik zie dat mijn batterij bijna leeg is. Dus daarom praat ik ook zo snel. Want ik weet niet of ik een nieuwe batterij heb en waar die zijn. Ja, ik weet het. Fucking onhandig. Hij gaat met elke seconde uitvallen. Dus ik zeg tot straks. Een hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag en naar mijn weten heb ik gisteren niet gevlogd. Ik ben gisteren zo druk geweest met het feit om die vlog online te krijgen. Mijn god, wat was dat een gedoe zeg. Maar niet getreurd, het is gelukt. Dus dat is alweer een rust minder. En jongens, moet je eens even naar buiten kijken joh. Oh my god, oh my Jezus. Het is 1 april. Oh, echt niet te doen dit. 1 april en het sneeuwt. Oh man. En zeg je eerlijk, ik heb hier helemaal geen zin in. Ik was zo blij. En ik werd zo vrolijk van het feit dat ze zeg maar... hoe noem je dat? Dat de bloemetjes weer begonnen te groeien. Oké, mijn hooikoorts is dat niet heel erg fijn. Nu moet ik zeggen dat ik bijna het hele jaar door hooikoorts heb, maar relaxed was het niet. Maar boeiend, het wordt weer mooi weer, ik was helemaal vrolijk. Vrolijk kleding weer, et cetera. Ik was zelfs sterker nog al bezig met mijn winterkleren uit de kast te halen, netjes in boxen te doen. Als je iets op de achtergrond hoort, dat is Superwings. Mijn kleine die is aan het eten en Superwings aan het kijken. En de hond die loopt te grommen waar nergens nodig is. Ukkie. Ukkie. Kijk, vrouwtje is YouTube aan het opnemen. Wil je niet grommen? Nee, maar oh mijn god. Maar goed, maakt niet uit. Wij gaan straks die kleine naar mijn moeder brengen. Tenminste, als het goed is. Want mijn moeder die...
heeft de boosterprik gehaald en die is er ziek van. Dus hopelijk is ze vandaag beter. Maar we gaan zoals de kleine naar de moeder brengen, want wij gaan vanavond naar de graafschap. Ik vertel een beetje wat ik ga doen, omdat het is vrijdag en ik wil deze vlog afsluiten. En zorgen, zeg maar, dat hij op tijd geëdit is en dat ik hem klaar kan zetten. Want dat is echt iets waar ik mezelf, ja, als het ware naartoe moet duwen. Zodat het wel echt gebeurt. Want ja, ik wil niet meer dat er zulke lange tijden tussen zitten, snap je? Kijk, vlog ik een keer een week niet of komt hij niet op tijd af? Oké, maar niet meer dat er 3-4 maanden of zo terug tussen zit. Dat wil ik eigenlijk niet meer. Maar wat ik jullie al vertelde, ik vind het vloggen zelf vind ik super leuk. Het editen. En zoals gisteren ook met die problemen en zo. En dan denk ik, weet je, laat me lekker zitten. Zoek het me allemaal uit met z'n allen. Maar zo moet ik dus eigenlijk niet denken. Want ja, ik vind het zo leuk om te doen. Dus waarom zou ik het editen dan in de weg laten zitten? Maar ja, dat is mijn struggle, om het maar even zo te noemen. Ja, voor de rest ga ik zo dadelijk gelijk weer beginnen met deze vlog te editen. Tenminste, ik moet hem eerst op de computer zien te krijgen, want de C-schijf of zo was vol. Dat is een heel gedoe geweest. Ik heb ook op mijn Instagram gevraagd of mensen wisten wat het was. Jee. Echt super dom dat ik dat niet wist, maar oké. En ja, we gaan het meemaken. En voor de rest ga ik dus vandaag naar mijn moeder. Als het goed is, eten we daar ook sla met papsaus. I love it. En ja, vanavond de graafschap. Ik weet niet of het doorgaat, maar waarschijnlijk ga ik morgen naar Obelink. Of zo. En ja. Voor de rest zullen we het allemaal meemaken. Ik wou voor jullie, volgens mij heb ik in het begin al verteld dat er een nieuw intro en alles aan zit te komen. Dat zien jullie ook in deze vlog. En Remco en ik zijn met nog een project bezig, maar daar kan ik nu nog even niks in de weekvlogs over zeggen. Dat wil ik ook een apart vlog over maken. Nou ja, ik ben met 2 projecten bezig. En ik ben daar ook al mee aan het vloggen met 1 daarvan. Daar ben ik al bezig om daarmee deeltjes op te nemen. Ik weet nog niet of ik er een deel 1 en deel 2 van maak, want het kan een heel lang proces worden. Helaas, pindakaas. Het is niet anders, maar dat dus. En voor de rest, ja, project 2. Dat hoeft niet zo'n lange project te worden, maar dat wil ik wel apart opnemen, omdat ik dat wel leuk vind. En voor de rest, ja, zien jullie me later. Ik wil iedereen bedanken voor het kijken. Ik weet niet waarom ik dit of dit doe. En ik wens jullie een heel fijn weekend toe en ik zie jullie next week. Ciao.